RKFC Olympic Charleroi. Wij gaan alweer traditioneel vooruitblikken. Deze keer doen we dat met keeper Sven Doest. Inderdaad, Sven, een vooruitblik. Als ik mij goed herinner, 1-2 daar. Vooruitblikken doen we nu. Ja, inderdaad, daar 1-2 gewonnen. Dus we weten dat Olympic Charleroi zal berust zijn op revanche, dat weten we. We zijn daar 1-0 achter gekomen aan de rust, maar we waren wel de betere ploeg de eerste helft. En de tweede helft hebben we dat dan omgezet in een goed resultaat. Maar we mogen gerust zijn dat ze hier zeer scherp zullen zijn morgen. Ik lees overal zeer stevig geheel, inderdaad. Ja, inderdaad. Het is een zeer goede ploeg. Ze staan ook niets voor niets vierde. Ik denk dat wij hun eerste nederlaag toegesmeerd hebben in de heenronde. Ik denk dat ze toen 9 of 10 matchen ongeslagen waren. En wij hebben hun eerste verliezen aangesmeerd. Dus ik denk dat het een zeer, zeer goede ploeg is. Dus we zullen absoluut ook heel scherp moeten zijn. Hoe moeilijk is dat om voortdurend, en dat is toch zo, om voortdurend nu hier met druk te moeten spelen? Persoonlijk speel ik graag met druk, maar liever met positieve druk. Bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Kortrijk, dat is ook druk, maar dat is een heel andere druk. Maar nu is het echt druk om te moeten winnen, om te moeten wegraken onderaan. En dat is wel vervelend, maar ik vind persoonlijk dat we er nog altijd relatief goed mee omgaan. Waarom? Omdat we niet verkrampt spelen. We proberen wel echt te voetballen en kansen te creëren en zelf ons eigen wil op te dringen. En ik denk als we dat blijven doen, dat het wel zal goed komen. Een reeksje 3 punten neerzetten, zegt men dan, hè? Ja, inderdaad. We hebben dringend nood gewoon aan resultaten. Dat is in de heenronde gebleken. Dat ons zeer moeilijk gaat. Keer een 6-6. En dan was het een 0-9. Dus we moeten gewoon een reeks neerzetten om zo snel mogelijk onderaan weg te komen. En dat kan alleen maar met 3 punters. Uitgestelde wedstrijden zijn ondertussen ook ingevuld. Valt dat mee? Ja, inderdaad. We hebben vanaf nu tot het einde van de competitie is er geen vrij weekend meer. Is het ieder weekend wedstrijd, zelfs een wedstrijd op een woensdagavond. Maar goed, dat is goed. We leven van wedstrijd naar wedstrijd zonder onderbreking. Dus dat vind ik wel positief. Juist. Moet ik ook nog even hebben over de nieuwe collega's die er zijn aangekomen, met name met z'n vieren. Ja, al ingewerkt in de groep? Ja, dat denk ik wel. We hebben genoeg tijd gehad intussen. Er zijn hier, behalve Wolf die deze week erbij gekomen is, maar die heeft hem zeer snel geïntegreerd. En de andere jongens draaien al enkele weken mee. Dus die weten perfect wat er van hen verlangd wordt. Dus ik denk dat het allemaal wel meerwaardes zijn. Dat is ook zondag gebleken met Arne en Hert die direct scoort. Dat wel absoluut meerwaardes zijn. En die de ploeg wel meetrekken. Dus ik sta er enkel alleen maar positief tegenover. Dat was mijn opmerking. We gaan er inderdaad positief naartoe kijken. Pronostiek je dan maar? Als keeper altijd 1-0 en vertrouwen in de spitsen, dus 2-0. 2-0 is genoteerd. We hopen dat het zo is. Bedankt, Sven. Graag gedaan.